Ja, kom op, wil je doorgaan? Ja, het gaat goed zo. Ja, goed. Ja. Ja. Ja, nu wisselen, doen we een keer. Ja. Ja, dat moet leuker gebeuren. Dat wisselen moet je wel een beetje zo dansend doen. Probeer het eens. Ja, zo ja. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, doe je dan met de ruggen tegen elkaar aankomt, hè, als je draait. Dat draaien. Even, hoe gaat dat? Zo? Ja. Ja, dat is goed.
Zo'n binnenkomen, zo'n knallen. Ja. Er kan niks meer kapot gaan vanavond. Het is zo'n geweldige avond. Ik moet nog één ding doen. Ik moet even Christine uit de coulissen bevrijden. Ja, Christine. Zo. Nee, dat klopt. Ik heb een heel programma. We hebben er vanavond 16 liedjes te gaan. We zijn er heel wat. Helaas hebben we ook een afmelding. En dat is Mariah Carey en Whitney Houston. Dat spijt mij heel erg, maar ze kunnen niet komen. Ze zijn er vanavond niet. Dat valt erg tegen. Wat natuurlijk voor mij heel erg belangrijk is vanavond, is de jurering. Gelukkig hebben we weer een juryleden, bekende juryleden gevonden, die dat voor ons willen doen. Een man onkreukbaar in het pak is vanavond de voorzitter, Hans Wiezer. En die wil een woordje voor u geven. Ja, Henk, je zei al, we zijn onkreukbaar. Carla en Ruud en ik zullen vanavond proberen de beste artiesten eruit te halen. We zijn echt onkreukbaar. Het feit dat wij hier zitten, dat schijnt door sommige ouders bijzonder gewaardeerd te worden. Ik had al van iemand iets gekregen. En mag ik komen? Wil je misschien die microfoon hebben? Ja. Is dat beter? Die ziet er wat kunstmatig uit. Ik heb begrepen dat ze dat voor jullie in de kamer geknutseld hebben. Ja, klopt. Arie heeft huisslijt gedaan, geloof ik. Het was de mixer, geloof ik, van Arie. Ben je er klaar voor? Zullen we eruit? Met of zonder geluid? Your love can't be denied.
Want de liefde spreekt. Dit is een moment waarbij de maan verbleekt. Ik geef mijn levensleven ziel compleet. En we raken elkaar nooit meer kwijt. Liefde wint het van de tijd. Mijn hart klopt alleen voor jou. Overal is thuis mijn huis. En ik hier in jouw armen. Je lach kleurt mijn hemel blauw. Dan nog wat. Nou spelen jullie prima korfbal, maar hoe lang hebben jullie nou geoefend? Want ik vond dat de bewegingen behoorlijk synchroon liepen. Heb je lang geoefend? Nou, best wel. En hoe lang? Vijf? Nee, meer. Meer? Meer? Ongeveer zeven keer. Zeven keer? Nou, kijk eens. Twee keer, dus zeven keer trainen. Zeven keer trainen, zeven keer oefenen om hier te staan bij een playback show. Dat is ongelofelijk. Doen we er even voor. Ik geef ze een applaus. Applaus voor Paul en Saskia. Yeah! Jullie. En jullie goed konden korfbal om dinsdag op training niet zo geweldig. Die waren hartstikke druk met andere dingen. En helemaal is in de korfballen gehad natuurlijk. Hartstikke goed. Fantastisch. Ik heb The Lion King deel 1 hebben gezien, die bezorgde me ontzettende kippenvel. Ik geloof dat ik deel 2 ook heel snel moet gaan zien, want alleen voor jullie kreeg ik ook al de kippenvel. Dat is hartstikke goed. Ja.
Om de reacties te horen is dit weer een prima optreden geweest.